Voorzichtig, katjes. Ah, pannenkoeken. Perfect om je dag mee te beginnen. Het lijkt inderdaad een perfecte dag. Niets kan het verpesten. Hey, Groovy Babe. Wauw, super groovy om jullie allemaal hier te zien. Ik heb helaas niet zo groovy nieuws. Uh-oh, ik heb jou nog nooit zo niet chill gezien. Nou, hou je chakras maar vast, want het Queens... Zijn ze in orde? Het Queens... Ja? Het Queens Gala is dit jaar geannuleerd, omdat de locatie wordt gerenoveerd. Nee, nee, nee! Wat is een locatie? Wat het ook is, het gaat niet goed met haar. Kijk naar deze stemmingsring. Getraumatiseerd. Ik ook. En ik weet niet eens wat een locatie is. Geen Queens Gala dit jaar? Geen baljurken. Geen rode loper. Geen gedans. Oh. Ik weet dat het jammer is, maar laten we van de katjes leren en wat zonneschijn op het dak opzoeken. Een beetje zon vrolijkt ons vast op. Oké. Ah, kop op. De katjes hebben het leuk. Komt door de zon, zijn ze gek op. Ik ook. Oh. Ja, het werkt. Iedereen wordt vrolijker van wat zonneschijn. Dat is het. Laten we een zonneschijnfestival organiseren. We hoeven niet te mopperen over het Queens Gala. We kunnen zelf een evenement organiseren. Ik zie het al voor me. Het kan een gigantische talentenjacht zijn. Een zonneschijnfestival? Dat is een geweldig idee. Ja, ons eigen evenement. Wij zijn hier de perfecte queens voor. Klinkt super tof. Als iedereen hun act snel voorbereidt, zal ik de leiding nemen over alle details. Beloofd. Iedereen doet mee. Ik maak een muurschildering bij de ingang. Ik heb bijna een lied uitgekozen. Nog 17 liedjes om te oefenen voordat ik kies. Ik kan niet wachten om te presenteren. Ik heb mijn outfits al ontworpen met Groovy Babe. We delen de modellen. 4 outfits elk. Ik ga groovy designs op verschillende stoffen maken voor de mijne. Dit hele evenement voelt beter dan een gala. Het is onze eigen talentenjacht. Muziek, kunst, mode, talent. Het wordt echt zo gaaf. Alleen maar goede vibes. Yep. Aha. Oh, nee. Ja, ja, dat zou perfect zijn. Hallo, met Neonlicious, de designer die zal presenteren op het Zonneschijnfestival. Oh, nee. Ja, het was wel wat krapjes, ja. Zijn er geen schildersdoeken beschikbaar? Ach, zoveel zangoefeningen. Ik heb bijna geen stem meer over. Oppassen? Maar ik heb een zonneschijnfestival om te presenteren. Oeh, ik hou van een uitdaging. Ik regel dit. Dank je. Oeh, ja, voor zaterdag. Super. Schildersdoeken zijn onderweg. Tats komt toch? Gracie zal komen helpen met oppassen. Je keel voelt vast al een stuk beter. En ik heb modellen geregeld. Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Curl kunnen elk moment arriveren. Je hebt het geregeld! Wacht, wie zijn Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Curl? En waar zijn Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Curl? Oh, ze zijn... hier. En ze dragen allemaal onze outfits die we voor de show hebben ontworpen. Ah, prachtig!
Ja, ik regel dit. De kleren zijn exact als de ontwerpen, net als de schetsen. Hou van de luxe van deze outfits, meid. Van deze kleuren wordt een eenhoorn nog jaloers. Bedankt dat jullie zijn gekomen. Dit zijn mijn vrienden. Royal Bee, Swag, Lady Diva en Neelicious. In persoon. Zo blij dat jullie er allemaal zijn. Zo blij. Willen jullie een tour van het House of Surprises? Oeh ja, ik word nu al blij van deze fijne vibes. Deze plek is helemaal top. En wat een goede akoestiek. Ik kan niet wachten om het hele huis te bekijken. Wat een aandacht voor detail. Ga jullie gang. Ik kom er later bij. Ik kan maar niet geloven dat jij mijn kleren modelleert voor het Zonneschijnfestival. Jij en mijn ontwerpen zien er top uit. Nou, dit zijn Sunrise, Switches, Bubblegum DJ en ik ben Stellar Girl. Is het mogelijk om sapjes te drinken in de diner strakjes? Natuurlijk. Als jij graag sapjes wilt, regelen wij dat. Ik maak een notitie. Ik heb ook nagedacht over liedjes voor ons optreden. Ik heb ook suggesties. Ik maak een lijst. Zij is de organisator. En het belangrijkste om op te schrijven, waar is het festival? Oh ja, Groovy Babe heeft alles geregeld vandaag. Laten we het haar vragen. Zelfs ik ben verbaasd dat ik alles geregeld heb. Hey Groovy Babe, vraag je, wat is de locatie van het festival? Oh nee, ik heb alles geregeld, behalve het allerbelangrijkste. Dat was de tour van het House of Surprises. Doe vooral alsof je thuis bent tot het Zonneschijnfestival. De enige plek die je net zo leuk zou vinden, is die locatie. Ik weet nog steeds niet wat locatie betekent. Heb er zo'n zin in dat we een fotosessie hebben afgezet om hier te zijn. Het is het waard. Hoi, Groovy Babe. We werden afgekapt eerder. Maar wat is de locatie van het festival? De Glitter City Bowl. Het Sprankelstadion. Weet je, dit dakterras is prachtig. Perfect voor repetities. Maar waar wordt het Zonneschijnfestival gehouden? Nou, misschien op dit prachtige dakterras. Wat? Voor 300 mensen? Geen evenement waar ik bij ben heeft minder dan 500 mensen. Oh nee, nee. Is er iets mis? Oké. Ik ben vergeten om een locatie te boeken. En alle locaties in de stad zijn nu al volgeboekt. Oh. We raken er kwijt. Mijn stemmingskristal is ook niet blij. Nou, bekijk het van de positieve kant. Zodra ik erachter ben wat dat is. Maak je geen zorgen allemaal. Ik regel dit, hoe dan ook. Ik heb nog één idee om te proberen. Ik denk dat ik weet wat je in gedachten hebt. We zullen een unieke locatie vinden. Jij gaat naar het oosten, wij naar het westen, jij naar het zuiden... en dan ontmoeten we elkaar bij de Kristalwoestijn. Nou ja, we kunnen tenminste genieten van de zonsondergang. Het is hier inderdaad prachtig. Wauwie, kijk hoe gelukkig je hier bent. Howdy allemaal. Ik was net hoefijzers aan het ophangen en hoorde jullie aankomen rijden. Maar hoezo kijken jullie nog droeviger dan een natte prairie hond? We zijn op zoek naar een festivallocatie omdat ik een foutje heb... gemaakt. En deze queens kwamen om model te lopen en... Dit is verschrikkelijk. Zei je net locatie? Ik heb geen idee wat dat betekent. Het is een ander woord voor plek. Ik ben te druk met het bouwen van een podium om jullie geruzie op te lossen. Wie blijft schreeuwen, eruit.
Lone Star, hoeveel extra hamers heb je nog? Yeeha! Ik weet wat je denkt en ik kan de hulp goed gebruiken. Maar ik ben niet echt een ontwerper. Ik wel. Dat het ons gelukt is. Iedereen is opnieuw bevestigd. Er zijn zoveel acts. Iedereen krijgt 5 minuten. Phew, ik zal echt nooit meer een detail langs me laten glippen. Ach, iedereen maakt wel eens een foutje als er haast is. Hoe zit het met de kleedkamers? Oh, die zijn er niet. Maar om beide modeontwerpen te laten zien, hebben we een kostuumverandering nodig. Oh-oh. Het is oké. We kunnen wel ieder 2 van onze ontwerpen laten zien. Nee, het is niet jouw fout. En ik wil niet dat het ten koste gaat van jouw mooie ontwerpen. Ik regel dit. Dat is super aardig van je, Groovy Babe. Zo lief dat ik kan huilen. Of je knuffelen. Oh, ik ben een vroege vogel, dus ik ga maar eens een uiltje knappen, oké? Ja, we hebben allemaal wat rust nodig voor het festival morgen. Mee eens. Als de modellen straks voor deze deur komen, draai ik deze schakelaar om en hun outfit zullen veranderen in mijn ontwerpen, vlak voor je ogen. Bedoel je daarmee dat de modellen jouw outfits dragen, maar anders? Jullie zullen elk model te zien krijgen, 2 looks, het origineel van Neonlicious en daarna mijn ontwerp. Net als magie, een transformatie. Showtime, queens! En daar gaan we. Het is showtime. Je hebt je best gedaan, echt waar. Maar we moeten nu gaan. Misschien moet je gewoon gaan genieten van de show. Jij hebt het allemaal geregeld. Na zoveel werk voelt het alsof ik er geen deel van uitmaak. Dat is jouw teken. En dit zijn de 4e modeontwerpen van de geweldige Neonlicious. En dat was de geweldige transformatie naar de prachtige ontwerpen van Groovy Babe. Hé, hey, Groovy Babe's ontwerpen verschijnen gewoon. Wat magisch. Wauw, dit is de grootste verrassing in de geschiedenis van verrassingen. Wij zorgen voor muziek en voor kleur. Tijd voor roze. Je weet dat ik graag mijn uiterlijk verander. Ik ben altijd in ontwikkeling.